Goedenavond, het is maandag 4 januari 2016, precies 10 uur. Welkom bij Van Diemt Live. Het is oorlog in het Midden-Oosten. De spanningen lopen steeds verder op. En intussen vorderen we ons goed over onze goede voornemens. Bram Bakker kijkt straks in ons brein. En een dikke kans dat u aan de beurt bent voor een nieuwjaarstoespraak. Mijn gasten gaan u helpen met die toespraak. En bedenk daarbij, het kan altijd erger. Want je zult maar de nieuwjaarstoespraak moeten geven als directeur van het failliete V&D. Of als de burgemeester van Geldermalsen. U weet het nog wel, waar een protest tegen een asielzoekerscentrum volledig uit de hand liep. Nou, Roderick van Grieken, die is directeur van het Nederlands Debatinstituut. Ja, ik noem de V&D, Geldermalsen. Zijn dat de plaatsen waarin een nieuwjaarstoespraak ook echt toe doet? Ja, dat denk ik wel. Want daar moet je in moeilijke omstandigheden toch op een of andere manier weer een nieuwe, frisse start zien te maken. Ja. Dus ik denk dat daar een nieuwjaarstoespraak echt wel het verschil kan maken. Ja, dat dacht ik ook wel, dat iemand in deze positie dat zegt. Maar ja, we hebben gelukkig ook hier een filosoof. Maar hij is niet alleen filosoof, ook cabaretier, Paul Smit. Ook nog eens. Ja. Ook nog eens. Dus ja, misschien een wat minder serieus antwoord. Sowieso ben ik nooit heel serieus. Nee. Maar ik ben het volledig met je eens dat op dat soort momenten, als het moeilijk is, is het juist goed om je gezicht te laten zien en even een inspirerende boodschap te geven. Ja. Dus ik zeg ja. Ja, en Anouk van Ekelen, daar begin ik, had ik eigenlijk mee moeten beginnen. Etikettendeskundig, ook dat. Nogmaals, laatste nu aan bod. Zijn dat echt de plaatsen? Of doet het er altijd toe? En maakt het eigenlijk niet uit wat de voorgeschiedenis is? Ik denk dat het er altijd toe doet. Alleen, je kunt nog beter geen verhaal houden dan een vreselijk slecht verhaal in die moeilijke omstandigheden. Hè? In normale omstandigheden zou iedereen zeggen, nou, een beetje jammer dat we niet geïnspireerd zijn. Weer zo'n saai verhaal, waar zijn de bitterballen? Ja. Maar in dat soort omstandigheden gaat het erom, hoe zorg je dat mensen daar toch een prettig gevoel overhouden aan zo'n bijeenkomst? Ja, dat is dan extra moeilijk. En vandaar dat het in die plaatsen wel van bijzonder belang is dat dat goed gaat en dat mensen ook echt voelen dat het een echt verhaal is en geïnspireerd worden. Ja, vooral bij Miranda de Vries. Hè? Ik bedoel, ja, je zult toch Miranda de Vries zijn, burgemeester van Geldermalsen. Je moet een toespraak houden, dat is niet echt lekker. Ik bedoel, die zal toch even hebben nagedacht, hoe moet ik dat gaan doen? Belangrijk moment, iedereen let op haar. Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die een speech houdt. Hè? Ja, eigenlijk ja, is die speech toch een beetje een hinderlijke onderbreking van de receptie. Want iedereen staat daar met champagne in de hand. Ja, nee, te netwerken en mensen te ontmoeten. Ja, als jij het zegt. Men komt niet voor jouw speech over het algemeen. Nee. Dus dan moet je het goed voorbereiden. Als je dan die tijd neemt, dan moet je ook wel zorgen dat je in. Zijn we daar goed in? Zijn we daar als Nederlanders goed in? Kunnen we dat een beetje niet juist op sprake houden? Ik denk eens vergelijk met veel andere landen zijn we daar niet zo goed in. Nee. Omdat er jaren of generaties lang heel weinig aandacht is besteed aan hoe belangrijk het is om een goed verhaal te vertellen. En er in Nederland ook nog steeds heel weinig kennis is over wat nou eigenlijk hoort in een goed verhaal. Hoe bouw je nou een verhaal goed op? En er is weinig kennis over. Dus ja, mensen kunnen het dan ook niet goed uitvoeren. Zullen we kijken hoe Miranda de Vries dat gedaan heeft? Ongeveer 2 uur geleden heeft ze die speech gehouden. Die speech waar dus wel degelijk naar werd uitgekeken. We hebben een klein fragment, laten we even kijken. Iets meer dan 2 weken geleden was het in deze raadzaal een ravage. Omgegooide stoelen, in de haast achtergelaten persoonlijke eigendommen, bakstenen, blokken beton en een grote hoeveelheid glas. We zullen eraan werken om weer we te worden, in plaats van hully en zully, en samen te zoeken naar antwoorden. Gemeenteraad en college zullen een werkwijze ontwerpen waarbij vanuit verschillende gezichtspunten naar dit vraagstuk wordt gekeken. Elkaar ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen. Nou, klein gedeelte, kom maar met het keiharde oordeel. Nou, ik ben met name geïntrigeerd door de zinsnede. De gemeente zal kijken naar een werkwijze, hoe we vanuit verschillende perspectieven naar dit vraagstuk kunnen kijken. Ja, dat is vrij lastig. Ik denk dat iedereen dan wel heel veel zin in de champagne heeft inmiddels. Ja, dat, maar dan ook haar presentatie. Ja, het is natuurlijk makkelijk vanaf hier te oordelen. Maar om een nieuwjaarsreceptie, om dan ook echt achter een katheder te gaan staan, dat schept al een beetje afstand. Ik denk dat je beter bij een nieuwjaarsreceptie tussen de mensen in kan staan. Ik denk dat je ook niet te veel tijd moet nemen van mensen. Ik denk maximaal 5 minuten. Dat was echt wel voldoende. En dan moet je met name niet te veel willen zeggen. Maar wat je zegt moet goed zijn. Spreektaal, begrijpelijke taal, niet te veel punten maken. En dan komt het goed. Ja, je ziet ook de containerbegrippen vliegen om je oren. We hebben het hele stuk gelezen ook. Ja. Maar dat doet met ons brein helemaal niets, containerbegrippen. We willen concrete dingen zien en verbeelding. En ja, ook gooi die katheder weg. Maar stel je voor dat wij dit hele interview alles hebben uitgeschreven. Dus jij leest het op en ik lees mijn antwoord op. Ja. Dan haakt iedere kijker af. Maar waarom gebeurt het daar wel? Dus ik zeg nooit tegen een leider, schrijf het uit. Nee, neem wat hoofdpunten. Houd eenvoudig, blijf die eenvoud herhalen en spreek vanuit jezelf. Ik wil iemand voelen
wat hij bedoelt en die moet mij inspireren. Ja, toch zie ik mensen die dat heel goed kunnen. Ik noem maar iemand in Nederland, Ewout van der Laan. Daar kunnen we het over eens zijn. Ik heb hem een paar keer zien speechen en het gaat allemaal geweldig. Maar toch ook wel een briefje met een paar punten gewoon altijd bij. Maar dat is het gewoon, dat heb je nodig. Volgens mij gaat het niet om dat briefje. Het gaat om het gevoel wat ze ons geeft. Je ziet dat ze heel ongemakkelijk is. Ja. In haar uitstraling denk ik, ja, je moet kracht en autoriteit uitstralen. Trek een jasje aan. Zorg dat je net even iets steviger staat. Verstop jezelf niet inderdaad achter dat spreekgestoelte, precies wat je zegt. En dan gaat het er mij niet om, als je niet uit je hoofd kan speechen, je hebt een briefje nodig, prima. Maar op het moment dat je er steeds naar kijkt, geef je mensen het gevoel alsof je niet gemakkelijk bent met je eigen tekst. En dat is in deze omstandigheden, hè, waar we het net over hadden, extra belang van die speech. Iedereen kijkt, hoe gaat zij dat doen? Ja, en dan is het wel belangrijk dat je er staat en dat je ook die mensen het gevoel geeft. Want nou ja, daar gaat het bij etiketten dan over. Als ik vanuit mijn eigen perspectief krijg. Wat voor gevoel geef je mensen? Dat je totaal voorbereid bent, dat je een echt verhaal hebt, dat het van jou is en dat je echt met hen gaat kijken wat je eraan kan doen en wat je nu zegt, beleid en mensen in hun kracht zetten. Ja. Nee, dat klinkt niet lekker, maar wat je nu zegt, kun je dat ook gewoon bijvoorbeeld na afloop zeggen op die receptie? Van, of zeg, hoor je dan te zeggen van nou, goede toespraak hoor, mooie speech? Nee, ik vind als het geen goed verhaal was, als iemand je vraagt wat vond je van mijn speech, dan mag je eerlijk zijn. Als je het geen goed verhaal vond, zeg er dan liever niets over dan dat je gaat liegen. Maar als iemand het eerlijk aan je vraagt, wat vond je van mijn verhaal, kan je zeggen, nou, ik heb je wel eens beter horen spreken. Oh. Als jij de naaste medewerker van iemand bent, dan heb je de plicht, in mijn ogen, om rechtstreeks tegen iemand te zeggen, niet diezelfde avond, maar de volgende dag, joh, dat gaan we volgende keer Maar dat vind ik wat anders, dat is professioneel. Maar gewoon dus toch ook, wel als die vraag gesteld wordt op zo'n nieuwjaarsreceptie, het kan de hele boel verpesten natuurlijk, hè? Ja, dat moet je niet vragen. Nee, dat vind ik ook. Ik zal het nooit ongevraagd zeggen van wat je nu deed. Ik had van de week er ook weer een paar echt onder mijn stoel kruip van wat gebeurt hier. Dat ga ik die man niet... Maar wanneer dan? Wanneer was dat? Dat je echt onder je stoel kwam? Nou, nu was zit hij nu te kijken. Er was een nieuwe CEO. En dus dan denk ik, nou, je gaat nu jezelf laten zien aan de organisatie. En je wilt dat mensen na afloop geïnspireerd zijn. Denk, yes, dit is tof. Ja. Maar als je dan aankomt van, ja jongens, moet echt meer omzet. En het is een moeilijke tijd. En ik wil dat jullie excelleren. Er moet harder worden gewerkt. Afgesproken. Nou, dat, volgens mij is dat Jip en Janneke psychologie. Ik zeg het ook niet tegen een voetbalteam. Nou, we spreken af dat we winnen. En jullie moeten scoren. Afgesproken? En denk ik, nou, volgens mij gebeurt dat wel af en toe, maar dat zijn natuurlijk heel andere verhalen. Nee, dat is inderdaad vaak. Degene die speech had ook heel erg uit vanuit zijn eigen perspectief spreken. En dat is vaak voor de zaal helemaal niet zo interessant. Het is veel leuker dat hij een beetje in de huid kruipt van die mensen in de zaal. En vanuit dat perspectief een verhaal vertelt. Want dan herken ik het een beetje. Maar ik snap het wel. Maar in de praktijk is dat toch heel erg moeilijk. Dat weten we allemaal. Dat is makkelijk gezegd, maar we leren dat nooit in Nederland. We weten dat niet. Debatteren leren we het ook niet meer dan vroeger. Maar ook niet echt. Er komt nu een hele generatie die het leert. Het is allemaal vandaan. Maar het is ook heel moeilijk. En, maar ja, het is ook nogal een verantwoordelijkheid. Als jij daar staat om een speech te houden, dan moet je er ook tijd in investeren. En, Je hebt net gezegd. Ik vind het aan de ene kant ook weer niet moeilijk. Want als je echt vanuit jouw passie en bevlogenheid spreekt, dan hoef je helemaal niet na te denken. Dan kun je wel wat punten hebben. Maar mijn beste speeches heb ik gezien wanneer gewoon een CEO onvoorbereid op dat podium gaat en rechtstreeks zegt wat in hem leeft. En dan zit je echt van, ja, Dit geloof ik en dit voel je dan. Maar, ja, maar dat wil niet zeggen dat hij het dan niet heeft voorbereid. Dan heeft hij er waarschijnlijk wel heel goed over nagedacht. Of juist heel goed voorbereid. Ja. Ik zou niet tegen mensen zeggen, schrijf je speech niet uit. Ik zou zeggen, schrijf het eerst helemaal uit. Ja. En ga het dan zo goed leren dat op het moment dat je er staat, dat iedereen zegt, van, nou, dat heeft hij uit zijn hoofd, zo'n geweldig verhaal. Ja, Obama leest ook alles voor. Maar niemand heeft door dat hij het voorleest. Daar gaat het om. En dat is de kunst. De kunst is iets wat zo goed is voorbereid dat het opeens natuurlijk is. We kijken naar een paar buitenlandse leiders. Want we hebben het jou gevraagd, hè? Op jouw verzoek ook even een rijtje van gemaakt. Een paar buitenlandse leiders. Die krijgen we heel kort te zien achter elkaar. En daarna geef jij je oordeel. Laten we maar even kijken. We gaan 2015 迎来 2016 de eerste zonneschijn. On this New Year's night, we feel especially strongly just how much our near and dear ones mean to us. Es ist eine besonders herausfordernde Zeit, in der wir leben. Aber es stimmt auch. Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. So let me wish everyone the very best and a very happy New Year. Ja, dat zijn wel hele korte stukjes, maar bijvoorbeeld, wie is de winnaar? Ja, voor mij de laatste. Ja, Cameron. David Cameron, omdat het echt ook is. Ja, die trui, dat is natuurlijk super Brits, hè? De Britse kersttrui. Dus iedereen die kijkt zal zich erin herkennen. Wij denken wat raar. Maar daar is het heel logisch dat je een trui aan hebt met kerstmis. En het is echt, ik geloof hem. Zo spreekt hij.
En bij de andere was het toch een beetje sprekende poppen met een ingestudeerd verhaal. Ja, en bij Poetin, als je zoveel van zijn geschiedenis weet, is het een beetje ongeloofwaardig dat hij daarover liefde gaat preken. Sorry, maar dat komt bij mij niet zo goed meer over. Ja, plus Poetin bijvoorbeeld. Die zag die sneeuw op de achtergrond. Ja. Hebben we dat nog een paar keer teruggezien ook. Hij zag die sneeuw, maar hij zelf... Hij staat binnen. Hij heeft een dikke jas om de suggestie te wekken. Ja. Maar hij staat binnen. Ja. Dus dat viel erg op. Nou, ik heb met name ook gekeken naar de achtergronden. Die zijn heel grappig. Je ziet Angela Merkel met zowel een Duitse als een Europese vlag. Ik vond overigens haar kerstspeech veruit de beste, als je hem helemaal beluistert. Heel persoonlijk, heel rustig, maar ook met een hele warme boodschap. Maar dat idee kreeg je niet, hè? Dat doen we net even kijken. Dus ook een heel klein deel. Nee, je ziet hier maar een heel klein stukje. En ik ben het helemaal met je eens dat bij David Cameron, daar met die kerstboom op de achtergrond, dat ziet er heel leuk uit. Maar het was de meest politieke speech. Die ging letterlijk gewoon het hele kabinetsbeleid voorlezen en zeggen hoe geweldig hij het gedaan had. Dat is volkomen verkeerd. Moet je niet doen dus. Nee, dus dat vond ik inhoudelijk vond ik dat niet zo sterk. Nee. En bij Xi Jinping van China, ja. die sprak echt de wereldgemeenschap toe. Hè. De rest spreekt het eigen volk toe, maar hij richtte zich echt tot de hele wereld. Ja. En prachtig met die Chinese muur op de achtergrond. Ja. Dus er is goed nagedacht over beeldregie bij allemaal. En dat is ook heel belangrijk. En dat hij de hele wereldbevolking meteen toespreekt, is dat niet heel slim? Is hij daarmee niet toch de winnaar als we een wedstrijdje van maken? Ik vind dat sowieso wel een slimme zet om het zo breed te pakken. Ja. En wat voor mij, en ik bekijk het meeste vanuit neuromarketing, wat gebeurt er in het brein van iemand die luistert? En dan is inderdaad niet alleen de rationele tekst die iemand zegt, maar ook hoe prime je iemand, hoe zet je hem, met welke achtergronden, welke kleuren. Al dat soort elementen vormen één imago en dat is hoe mensen jou zien. Dus je hoeft niet eens de beste tekst te hebben om uiteindelijk als beste gezien te worden. Dus ons brein is helemaal niet rationeel zoals wij denken. Houdt ons brein ervan dat er tijdens nieuwjaarsgesprekken, ook als het om hele heikele zaken gaat, moeilijke zaken, of als er een moeilijk jaar achter de rug is, dat het toch grappen maken? Of moet je daar heel erg mee oppassen? Juist, grappen maken wel. Ik ben sowieso altijd voor humor, maar daarom ben ik ook geen politiek leider. Nee. Humor kan ontzettend goed werken, maar wel op de juiste momenten. Want anders gaat het tegen je werken. Maar noem eens een voorbeeld. Zou dat zelfs kunnen bij Geldermalsen? Zou dat kunnen bij het failliete V&D? Je moet daar je toespraak houden. Kun je dan toch gebruik maken van humor? Bij V&D, als je net 10.000 mensen op straat hebt gezet, zou ik daar me echt mee oppassen. Ja, ik ben iemand van nature. Ik gooi er graag wel een woordspelingje doorheen, zeg maar. Maar het gaat er volgens mij om hoe komt het over op die groep mensen. En we kennen natuurlijk de voorbeelden van Gerrit Salm bij ABN AMRO, waar het ook niet makkelijk was, maar waar hij wel met heel veel humor dat kan doen. Waarom? Omdat iedereen hem ook kende als een persoon die heel veel humor had en dat altijd gebruikte. Maar dus toch ook in moeilijke omstandigheden. Ook herinner ik mij. En daar kreeg je soms ook behoorlijke kritiek Absoluut. Op. Had dat nou niet gedaan? Achteraf maar denk je toch dat hij dat goed is en dat deed? Het paste bij de persoon. En ik vind het altijd heel gekunsteld als nu de burgemeester van Geldermalsen eens een heel grappig verhaal had gebracht, wat helemaal niet authentiek is, niet bij haar past. Maar was natuurlijk ook heel gek overgekomen op het publiek. Dus ik denk dat je, om de verwachtingen een beetje te managen, als mensen jou kennen als iemand die altijd humor gebruikt, moet je dat volgens mij ook doen in moeilijke omstandigheden. Maar als jij iemand bent die dat nooit doet, dan matcht het niet met de verwachting die mensen hebben. Wie van jullie, want jullie weten hier alles van, wie van jullie is heel goed in? Wie kan het zelf heel goed? Dan kun je gewoon makkelijk even frank en vrij zeggen. Goed begin van het nieuwe jaar. Een beetje zelf op de borst te slaan, als het mag. Mm-hmm. Ben je er heel goed in zelf, in speeches? Nee, ik denk niet dat ik een bovengemiddeld goede speecher ben. Nee. Hey, Paul, jij? Wat arrogant om van jezelf te zeggen. ik denk dat ik vrij makkelijk op een podium sta, ja. Ik heb al zoveel honderden keren gedaan. Maar ja, een speech is wat anders dan een show opvoeren. Dat ben ik met je eens. Ik denk dat wel kan. Ja, dat dacht ik. Ja, ik train natuurlijk mensen in etiketten. En in mijn vrije tijd ben ik gemeenteraadslid. Dus ook politiek actief. En in die hoedanigheid moet ik wel speechen. En ik vind het heel leuk om te doen. En volgens mij gaat het me altijd wel goed. En dan weet je meteen, als je op een nieuwjaarsreceptie loopt, wat je niet mag zeggen. Dat is misschien aardig om ook nog even te weten. Wat mag je nooit roepen? Als gast of als geen die speech? Nou ja, je gaat niet de speech afkraken die net is geweest. Want dat is een beetje onaardig als dat is een heleboel langsloopt. Ik ga jullie ook niet afkraken. Ik vond het geweldig. Heel goed gesprek. Dank je wel hiervoor. En hopelijk tot de volgende keer. Dank je wel. Okay. En straks na de reclame. 47 onthoofdingen allemaal in één klap. Moeten we bang zijn voor de nieuwe koning van Saoedi-Arabië? En moeten we nog handel willen drijven met deze Poetin van de woestijn? Tot zometeen.